Oké, nu zouden we queries moeten bekijken tussen meerdere tabellen. Dus als ik naar mijn database ga kijken, dan heb ik hier een tabel groepen, waar ik een groepcode heb met de groepnaam. Ik heb een tabel stadskwartieren met een kwartiercode en een kwartiernaam. En ik heb dan in de tabel Outer City heb ik die groepcode, de stadskwartiercode en dan mijn data. Dus als ik eigenlijk de naam van het stadskwartier of van de groepcode bij mijn data wil hebben, dan moet ik die tabellen met elkaar gaan verbinden. En ik heb weer een aantal queries klaargezet. Hier een query waarbij we gaan velden halen uit de tabellen groepen en outer city. Dus ik ga uit de tabel groepen de groepnaam nemen. En dan de som van de mannen en de som van de vrouwen uit Outer City. De gemakkelijkste manier om dat te doen is gewoon via een where, waarbij je zegt, ik haal de gegevens uit Outer City en groepen, dus uit twee tabellen, en dan ga ik die tabellen aan elkaar koppelen. Dat is wel van belang. Als je dat niet doet, dan koppelt hij elke groep met elke gaat hij elk record koppelen met alle andere records en krijg je een oneindige reeks bijna. Dus dit is wel van belang, dat we gaan zeggen de groepcode in Outer City moet overeenkomen met de groepcode in groepen. En dan kan ik nog gaan groeperen op die groep. We gaan dat eens uitvoeren. Wat krijgen we nu? Per groep, en ik krijg direct de groepnaam te zien, die komt uit de tabel groepen, ga ik de som hebben van het aantal mannen en vrouwen die in die databank beschreven zijn. En je ziet, ik heb hier eigenlijk ...21 groepen die daar naar voren gekomen zijn. Dus 21 rijen komen daaruit. Nu, wanneer je where gebruikt, dan maak je wat we noemen een inner join. Dat betekent, je gaat alleen de records nemen die in beide tabellen dezelfde groepcodes hebben. Dus stel dat er in een van de tabellen een groepcode voorkomt die niet in de andere tabel voorkomt, dan gaat die rijen gewoon niet geselecteerd worden. Dat noemen we een inner join. En de correcte manier om dit te schrijven is eigenlijk niet met een where-clause, maar werkelijk met de syntax inner join. En dat is als volgt. Opnieuw, men select groepen groep. Men totaal van de mannen, totaal van de vrouwen vanuit Outer City. En dat ga ik nu inner joinen. Dus ik neem Outer City inner join met groepen op. Outer City groepcode is gelijk aan groepen.groepcode. En dan groepeer ik dat. Dit geeft mij exact hetzelfde resultaat. Dus opnieuw weer 21 rijen geselecteerd. Nu is het zo dat stel dat je nu in je tabel Outer City of in je tabel groepen, laat ons dat nemen, in de tabel groepen een groep zou hebben die niet in Outer City voorkomt. En we kunnen even gaan kijken bij Browse Data of dat zou kunnen. Dus wanneer ik hier naar de groepen ga kijken, dan zie ik dat er 27 groepen zijn. Dus er moeten hier groepen zijn in de tabel groepen die niet in Outer City voorkomen. Wel, stel dat we dat willen, dan gaan we een outer join gebruiken. En nu een outer join, dat bestaat in twee vormen, een left join en een right join. Nu in SQLite is alleen een left join geïmplementeerd. Nu, dat is geen probleem, omdat left en right gewoon te maken heeft met welke tabel je eerst vernoemt en welke tweede. Dus je kan het altijd oplossen met een left join. Wat niet gesupporteerd is ook in SQLite is een full outer join, waarbij je zegt ik wil alle groepen zien, degene die in de linkertabel zitten en niet in de rechtertabel aanwezig zijn en omgekeerd. Nu, het
In Access bijvoorbeeld kan je zowel left als right outer joints maken, maar ook geen full outer joint. Goed, laten we eens kijken hoe dat zo'n left joint eruit zou zien. Ik heb hier de tabellen ook omgekeerd, omdat ik eigenlijk al de groepen wil hebben uit de tabel groepen. En gezien een right joint niet bestaat, moest ik dus groepen hier links zetten. Dus wat heb ik veranderd? Hier staat nu from groepen left join outer city. On outer city groepcode is groepen groepcode. En groepeer dan opnieuw. We gaan eens kijken wat dat geeft. En nu krijg ik 27 rijen. En zie ik inderdaad dat hier voor sommige groepen geen waarde vermeld staat, omdat die eenvoudigweg niet in de tabel outer city voorkomen. Dat is heel belangrijk dat je dit instrument hebt, omdat je anders onvolledige gegevens zou kunnen over het hoofd zien. Hè. Dus het is van belang dat je kan weten, kijk, al mijn groepen die ik gecodeerd heb, zijn ook aanwezig in de bron, ja, dan nee. En daarvoor gebruik je dus zo een outer join, in dit geval een left join. Nu, variant hierop, ik heb hier uit de tabel kwartieren data gehaald. We kunnen die tabel er even aan bij halen. Ik heb hier de stadskwartieren ook weer. En u ziet, er zijn kwartieren in het oosten en kwartieren in het westen, ook met elk een nummer. En nu gaan we een gelijkaardige query doen, dus vanuit de tabel kwartier haal ik de naam van het kwartier, dan de code, het jaar, dan die mannen en vrouwen samengeteld en ik maak een left join op kwartieren zodanig dat ik alle kwartieren te zien krijg. En dus dit gaan we nu even uitvoeren en u ziet inderdaad ook weer dat er hier een kwartier is waar we geen data over hebben in de tabel. Oké, 35 rijen. Wanneer we nu kunnen we nog een operator laten zien die heel dikwijls gebruikt wordt. Dat is de like operator. Dus je kan hier een beperking gaan doen met where. Where betekent ik doe het op de input rijen. Ik zou het natuurlijk ook op de output rijen kunnen doen, maar ik doe het hier met where. En ik zeg hier like. En ik wil alleen de Oosterveld, hè, dus alleen die met Oosterveld beginnen. En dus ik ga met een wildcard werken. Nu in Access is dat een sterretje. Hier is dat de standaard SQL, standaard reguliere expressiescode, een percentage teken. Hè. In de gedrukte cursus bij dit vak informatiekunde is er een stukje over reguliere expressies. Bijzonder krachtige taal om patronen te gaan definiëren. Als we dit uitvoeren, dan houden we hier 21 rijen over die allemaal Oosterveld zijn. Oké, tot hier deze wat complexere queries uit meerdere tabellen. Misschien nog vermelden dat u ook drie tabellen aan elkaar kan koppelen. Hè. Dan moet u die gewoon allemaal uitlijsten en aan elkaar gaan verbinden. Maar dat kan in één query. Het enige probleem dat je daarmee zou kunnen hebben, is wanneer je dan begint te werken met outer joints, dat kan problemen geven. Dus wanneer je met meer dan twee tabellen werkt, is het normaal gebruikelijk om met inner joints te werken.